Kassie kijken. Met Ron Vergouwen. Ja, er is een nieuwe quiz begonnen op televisie. Spelshow. Of S-P-E-L-show. Het is een taalquiz met Astrid Joosten. Drie BN'ers nemen het op tegen 26 onbekende Nederlanders met uiteenlopende beroepen. Maar allemaal met een gemiddeld taalniveau. In de eerste aflevering waren Arthur Japin, Oltje Goulsen en Loretta Schrijver te gast. Royalties. Wat is de juiste spelling? Schrijf je dat zo met I-E-S op het eind? Of royalties met Y-S? Of C, royalties met kommaatje S? Je hebt alle drie fout. De juiste spelling is royalty, kommaatje S. Want bij Engelse woorden die op een Y eindigen, verandert die in het Nederlands niet in IE in het meervoud. Ik krijg heel veel royalties. Ja. En ik krijg ze altijd met IES. Echt? Ja. Ah, joh, kan jou het schelen als we het maar overmaken. Precies. Ja, nou, volgens mij een prima taalquiz. Leuke rubrieken, laagdrempelig, maar ook weer nergens te makkelijk. En volgens mij waren we er ook wel weer aan toe aan een goede quiz over taal. Want ja, een paar weken per jaar hebben we de Tafel van Taal. Dat is een quiz met Thomas van Luijn. Maar er zijn ook een aantal programma's over taal verdwenen. Neem bijvoorbeeld Het Groot Dicté, je weet wel. Nieuwe regel. De dieren huisden vroeger vaak alleen in zwaar getraliede, minuscule appartementen, dubbele punt. Een wilde beest, een Przewalski paard, een casuaris, punt, Nog één keer langzaam lezen. Een casuaris, zei ik. Nee, probeer me nou niet van mijn propos te brengen. Het lukt toch niet. Ja, en wat er ook al een tijdje niet meer is, is lingo. Het wordt wel regelmatig gesproken over een eventuele terugkeer. Maar volgens de omroep die het ooit van de buis haalde, de Tros, trok het gewoon te veel oudere kijkers. En ja, dan kom je toch weer op dat bekende woord. Lucille, mag ik het zeggen? Verjongingsdrang. V-E-R-J-O-N-G-I-N-G-S-D-R-A-N-G. Ja, natuurlijk! Yes! Ja, en jullie weten het, onze vorige premier Balkenende, die nam het ooit op voor lingo. Of nou ja, vooral voor Lucille eigenlijk. Het gaat over hoe ga je met taal om. En een hele bijzondere en een plezierige presentatrice, Lucille Werner. Ja, mooi. Ja, lingo heeft heel lang gelopen, maar het was niet de allereerste taalquiz. Ik ben eens in de archieven gedoken. En een van de allereerste taalquizzen in Nederland was begin jaren 60 een televisievariant van een populair radiospel. Getiteld Hou je aan je woord? Een spel met, jazeker, toen al BN'ers. Al bestond die afkorting volgens mij toen nog niet. Het werd gepresenteerd door een keurig pratende Vlaming, Karel Jonkheren, met in het panel een aantal beroemde schrijvers. Zoals Helle Haase, Godfried Bomans en Harry Mulisch. En zij moesten vooral grappige verhaaltjes bedenken bij niet alledaagse woorden. Godfried, wat zeg je de woorden bovenwens en onderwens? Er rijst nu een gedachte in de zaal, die ik nauwlettend volg natuurlijk. En die mij brengt op een jeugdherinnering. Ik was op het gymnasium in Overveen en wij lunchten dan in een lange zaal die nogal tochtig was. En in het midden van die rij jongens, met hun boterhammetrommeltjes, zat één jongen die had maagstoornissen. De tocht ging van links naar rechts door dat lokaal en de jongens rechts van hem zaten benedenwinds. En ja, dit heeft een paar jaar gelopen, maar in de jaren 80 en 90 werden taalspellen pas echt populair. He, waar we nu een stortvloed aan talentenjachten hebben, hadden we toen heel veel taalspelletjes. Veruit het populairst was eigenlijk Avro's Puzzeluur. Dat heeft zelfs ooit de televisiering gewonnen. Al kwam dat vooral door een eigenzinnige presentator, Jos Brink. De T van Stoep. Stoep komt daarbij, zei Jur. Heel goed, Jur. Stoep. En voor 20 gulden komt daar een L van opstel. Jur. Opstel. Opstel, goed! Heb ik de jury weer tuk, hè? Het kan namelijk niet teruggeschroefd worden. Ja, ontzettend chaotisch. Maar een taalspel waar het er iets serieuzer aan toe ging, maar wat toch ook heel populair was, omdat het een strijd was met Vlaanderen, dat is natuurlijk Team voor Taal met Robert Long. Zoek de fout. Wat klopt er niet in deze zin? Gerard, drie zinnen voor jou. De eerste komt nu in beeld. Ze bewaarde de geruite enveloppen van haar voorafgode Ega.
verafgoden. Dat is fout, dat moet zo geschreven worden. 1 O en 1 D. Tweede zin. Margaret Thatcher is de eerste première in ons overzeese buurland. Nou, première. Hè? Je had nog veel meer spellen in die tijd. Je had Boggle, je had Akakadabra, een spelletje van Jochem van Gelder. En de EO die kwam ook met een taalspel. Zij speelde Taalslag met Bert van Leeuwen. En dat was in de tijd dat de PC-computer heel erg opkwam. En dat was te zien, want alle kandidaten moesten een soort dictée uittikken op de computer. De data entry typiste maakte een cruciale syntax error. Zijn je megabytes niet in orde? Ja, het lijkt wel een grote reclamespot voor de typcursus in die tijd, hè? Ook bij de commerciële omroepen zagen ze uiteindelijk in dat taal in quizzen heel veel kijkers kan trekken. Dus daar moet je bijvoorbeeld ook niet onderschatten dat in Rad van Fortuin een taalkundig element zit. En taal is natuurlijk ook soms gewoon ontzettend hilarisch. Bijvoorbeeld als je met z'n allen een woord moet spellen. Dat is een spelletje in Ik hou van Holland. BN'ers moeten om de beurt één letter zeggen. En dat is voor sommige mensen knap lastig. Bijvoorbeeld voor Danny de Munk. Avocado. A. D. Jammer. Piramide. Oké. Nee. Als je dit soort dingen allemaal achter elkaar hoort, dan weet je dat televisiemakers ook in de gaten hebben er iets niets beters om de combinatie van amusement en educatie te bereiken dan door middel van taal.